Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van Adventure Cape op de DutchTimes.nl. We gaan vandaag Adventure Escape spelen met de Pokémon map. Laten we beginnen met de spel 3, 2, 1. We gaan gewoon proberen te finishen. Niet als eerste, niet als tweede, maakt me niet uit. Ik wil gewoon finishen, dus het enige wat ik wil. Maar als iedereen voor mijn ogen gaat lopen, kan ik niet kunnen parkouren. Oh my god, serieus? Hunters? Serieus, Hunters? Ik was er bij kan. Waarschijnlijk heb ik al verloren. Voor mijn parcours is ik weet niet hoe slecht. Ja, laat maar. Jee. Maar het al vergeten, voor ik ben al verloren. Ondertussen. Ik ga ook nog eens zien voor mijn Minecraft naam te veranderen naar mijn YouTube kanaal. Dan als jullie samen willen spelen met mij, dan jullie altijd mij kunnen vinden op mijn, via mijn YouTube kanaal. Momenteel is het nu Matchels VH16. Momenteel. Ik laat het niet echt op nu. Oké, we zijn weer verder. Afsnijroute. Dit is een van de afsnijroutes die ik ondertussen al weet. Wow, die parcours ging nog nooit zo snel. Vorige aflevering was dat echt niet zo snel, man. Oké, hier ben ik gefaald. Oké, we hebben het gehaald. Nu komen de 3 Elytra gems aan. En dat is 1 Elytra gem dat ik redelijk goed gedaan heb. Ik
We gaan dan naar de tweede elytra jump. En dat ik gefaald ben, het zwaar gefaald ben. Maar ja, geen probleem, dan lopen we gewoon even om. Lopen wij gewoon even naar boven. Dan pakken wij hier zo lang mogelijk de dingen. En dan springen wij hier. Ik merk ook dat ik bijna dood ben. Dat niet echt slim is. Nu mag ik echt niet dood zijn. Ja. Nu merk ik ook dat ik een klein beetje achterloop op die andere jongen, maar eerlijk gezegd, dat boeit me niet. Zolang dat ik nu finish, is goed voor mij eigenlijk. Maar ik zie ook dat er al twee zijn uitgeschakeld. Dan de hunters al twee mensen hebben uitgeschakeld, dat niet zo goed is. Maar ja. Voilà. Hier heb je een jump, maar een parcours die ga ik overslaan. Ik ga gewoon dus de langere weg nemen. Het is niet gevaarlijker, het is gewoon, ja, het duurt gewoon langer tegen dat je eigenlijk beneden bent en aan het volgende deel van het parcours bent. Hier heb je trouwens ook een lava parcours. Aangezien dat lava dodelijk is, ga ik het mij niet riskeren. Ga ik het gewoon overslaan weer. Vorige video heb ik dit ook al gedaan. Dat ging redelijk goed, dus waarom niet? Ik ben ook nog altijd tweede geworden dan. En de game is beëindigd. Ik weet niet of dat gewonnen heeft. De hunters hebben denk ik gewonnen. Dus eigenlijk wel spijtig. Maar we gaan nog een game doen, denk ik. Ik ga kijken hoe lang deze opname nu bezig is. 8 minuutjes. We gaan nog een game doen gewoon. Ik wil ook een keer hunter zijn. Verdomme. Dus nu moeten we even wachten gewoon. Ik hoop dat ik een keer in de dingen zit, in de Snowy Dink. Voor nu heb ik continu al Pokémon gedaan. Eigenlijk een beetje om wat aan de hand te worden is. De welke is dat? Dat is ook Pokémon. Nee. Kom aan. Ah, nee. Weer Pokémon. Maar ja, we gaan nog een keer Pokémon doen dan. Ja.
Oké, welkom voor nog een keer een Pokémon. Kunt niet offlen. Hold nonde. Fuck you. Wat, je kunt gewoon cheaten of Oké, dat is echt wat stom dat je gewoon kunt cheaten. Als naar Rutte. Bla. Ik weet dat er een van de hunters dicht achter mij zit. Maar ja, dat boeit niet eerlijk. We hebben niet dat jump doen. En we gaan hopelijk finishen nu, deze keer wel. Ik zit redelijk dicht achter de anderen. En ik ben doodgevallen gewoon. Dat meen je niet. Ik ben gewoon letterlijk doodgevallen. Gewoon van dommigheid ben ik gewoon doodgevallen. Dat vind ik echt kut. Tja. En dat was mijn fles dat valde hun.
Bon. Deze video is 15 minuten bezig. Ik ga jullie dan allemaal een. Ja. Ik ga dan deze video afsluiten. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Ik hoop dan dat ik jullie terug zie voor, bij de volgende video. Vergeet niet op een duimpje omhoog te klikken. Op het blauwe duimpje omhoog te klikken. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie allemaal graag de volgende keer terug. Bij Adventurescape. Excuseer mij. En dan zeg ik voor nu. Bye bye.